KVR heeft een nieuwe stortbak gebouwd. Vorig jaar 3 prototypes, dit jaar een 0-serie. En die introduceren we hier op Westmaas. Dat is de nieuwe Falcon. Die is er in 2 modellen. De Falcon 2460 en de 2445. De 2460 is een 240 rollenstijl en 6 meter bodem. En de 2445 is 240 rollenstijl en 4,5 meter bodem. Van voren hebben we een verstelbaar instortschot. Dat is standaard mechanisch verstelbaar en als optie hydraulisch verstelbaar. Een dubbel inrijer rubber en doorkijkrooster om te kijken wat er aan product in de bak nog zit. Een hele zachte productvriendelijke bodem met sterke kettingen die ieder 19 ton treksterkte hebben aan iedere kant. Dan standaard altijd een bovenknik. Een bovenknik van 80 centimeter. Dat is om te zorgen dat het product uit elkaar kan vallen, zodat het gedoseerd op het rollenstijl komt. De bunkerbodem is hydraulisch aangedreven met een mechanische vertraging, waardoor je een heel groot snelheidsbereik hebt van 0,1 tot 8 meter per minuut. Ook is de bunkerbodem in hoogte verstelbaar, middels een zwengel of hydraulisch als optie, waardoor je de hellingshoek van het reinigingsset in kunt stellen, afhankelijk van de omstandigheden. Het rollenstel is hydraulisch aangedreven en dan kan je kiezen tussen 8 rollen of 16 rollen. Dat doen we hydraulisch aandrijven omdat dat beter te regelen is en dat je ook dan de even en oneven rollen in snelheid kunt variëren om je reinigingsintensiteit te kunnen veranderen. Ook uniek aan onze machine is dat de hoogte van het rollenstel aan de kant van de bunkerbodem in hoogte verstelbaar is. Tussen de 14 en 21 centimeter. Dat is uniek. Dat is om weer aan te passen aan de omstandigheden op het moment dat vereist wordt. Meer reiniging eist een grotere val. Minder reiniging in goede omstandigheden eist een kleinere val om productvriendelijk te zijn. Dus alles is gericht in de ontwikkeling van die machine op productvriendelijkheid. Dan hebben we 2 of 3 afvoerbanden, brede afvoerbanden van 80, met een trommelmotoraandrijving en een automatische bandsturing erin. Die zorgt dat die recht blijft erover. En een trogvorm voor een grote capaciteit bij een lage snelheid. Dan nog wat unieke dingen is bijvoorbeeld dit schot, wat heel makkelijk verstelbaar is, waardoor je de machine links of rechts kunt laten draaien. Dus als die kant draait, dan gebruik je hem als terugrolschot. Draait hij deze kant, dan dient hij als geleiding. Ook de rollen van de machine zijn snel uitwisselbaar. Mocht je meerdere toepassingen in de machine hebben, dan is 2 bouten los, kan de hydromotor eraf. Nog 2 bouten los aan iedere kant en kan de rol ertussenuit op het moment dat het rollenstel breed gezet is, ruim gezet is. Het verstellen van de rolafstand gebeurt allemaal vanaf de computer. Een mooi computertje kunnen we straks even kijken. En dat is heel gebruiksvriendelijk. Hier hebben we de kleine computer, de bedieningskast. Voor de instellingen van de machine. Heel gebruiksvriendelijk. Je kunt gebruiken als touchscreen. En heb je handschoenen aan, dan zitten er een rij knopjes naast. Om ook met de handschoenen de kast te kunnen bedienen. Dus dit is heel gebruiksvriendelijk. Hier doe je eigenlijk alle instellingen op. En dan zit er verderop hebben we een kastje met een draad. De keypad noemen we dat. Die kunnen we met een magneet neerhangen waar we willen. Nu begint de machine zo op te starten. Dit is de keypad bediening die je mee kunt nemen naar de locatie waar je zicht hebt op de machine. En hiermee kun je de machine eenvoudig bedienen. Kun je ook neerkleven met magneten waar je wil. De afvoerband is in schuinte instelbaar. Nu staat die schuin. Dat als er dan product komt, dat hij hier een lage val heeft en dat er daar aardappels op aardappels vallen. Waardoor je een hele dikke productstroom krijgt, want hoe dikker de productstroom, hoe minder kans op beschadiging. Op het moment dat het rollenstel versteld wordt, gaan automatisch de afvoerbanden mee. Dus dat hoeft de klant niet zelf nog apart te regelen. Ook hier zit als optie een extra valbreker in de vorm van rubberen vingers op, dat is een optie, wat de aardappelvriendelijkheid nog verder vergroot.
Hier hebben we dan de AVR Duoband. Die hebben we ook in verschillende lengtes, in 12 meter en 16 meter. Maar de meest verkochte is de 16 meter, 2 keer 8 meter, met 80 centimeter bandbreedte. Dan kan je met een hele lage snelheid, heb je toch voldoende capaciteit. Want hoe lager de snelheid is, hoe productvriendelijker. Dus dan heb je ook minder kans op beschadiging. En dan komen we vanaf de Duoband in de nieuwe Cobra halfvuller met een enorme capaciteit, 80 centimeter. Deze is uitgeschoven maximaal 19 meter, voorzien van twee trommelmotoren, één in de knik bij de blauwe kastje en één van onder, dus die heeft vierwielaandrijving. Onder de band is de ruimte volledig vrij om grond die eventueel van de band afkomt, dat die weg kan, dat die niet ophoopt. En de contragewichten zitten naast de machine. Er zit een automatisch bandstuursysteem in om te zorgen dat als die wat aankoekt of zo, dat die altijd recht blijft lopen. Het is een mono body frame waarbij de plaat uit één stuk gezet is, relatief licht en sterk. Verder een trogvorm waarbij de aardappels totaal niet tegen ijzer aanlopen, dus volledig in rubber liggen. En ook de instortzijde is voorzien van twee gedeeltes rubber, om te zorgen dat de valhoogte beperkt is. Ook hier de keypad bediening, zoals op de Falcon stortbak. Ook handzaam met magneetjes zit voldoende snoer aan. Mocht je op de hoop in de cel willen vullen, dan zit er hier geleiding om de snoer tussendoor te leggen, dat die niet beschadigd kan worden. Ook is het een optie om een draadloze afstandsbediening te hebben. Dan heb je dit niet nodig, dan kun je het daar doen. Hier de instellingen van de machine, zoals ook bij de Falcon. Touchscreen is mogelijk, maar ook met handschoenen kun je de knopjes bedienen. Deze machine heeft een enorme capaciteit, want die kan tot 126 meter per minuut. Alleen voor aardappels is dat natuurlijk te snel, maar voor bijvoorbeeld voor graan kun je dat wel gebruiken. Of voor andere toepassingen. Een open frame, robuust, dubbele wielaandrijving, op allebei de wielen aandrijving, met grote wielen. En die is ook in traploos in snelheid instelbaar. Dit is de draadloze afstandsbediening die bijgekocht kan worden als optie bij de Cobra halfvuller. En dan ben je natuurlijk vrij man om rond de inschuurlijn te lopen met de bediening, waarbij je de hele lijn aan en uit kunt zetten en ook snelheden kunt veranderen en de hoogte instellingen of in- en uitschuiven. Voor meer informatie kunt u onze website raadplegen, www.avr.be, of de AVR dealers, zowel in heel de wereld eigenlijk, Nederland, België, Frankrijk en verder over de wereld, kunt u op onze site vinden, waar u die kunt vinden bij de dealers als u het land ingeeft.